Beste vrienden, daar zit hij weer, daar is Koen Siemerink weer. Dag Koen! Hey Harry. Hallo jongen. Hallo. Koen die schrijft mij af en toe berichtjes. Dat weten jullie misschien niet allemaal, maar Koen die schrijft af en toe even op mijn video's. En dan heeft hij commentaar of hij is het er mee eens of het er niet mee eens. Hoe is het Koen? Ja, gaat goed Harry. Gaat het goed met je jongen? Ja hoor. Nou, goed zo. Ik ben blij je weer te zien. Ja, ik ook. Nou, goed zo. Kijk, het zie ik aan je. Ja. En je hebt een mooi shirt aan, zie ik. Ja, zeker. Laat even goed zien aan de mensen. Het shirt. Laat even, ja. Ja. Goed zo. Ga er maar even bij staan. Zo is het. Ja. 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 Goed zo. En wat vind je ervan tot nu toe? Want, je drinkt. Wat ben je aan het drinken, Koen? Oh, een biertje, man. Een biertje? Nou, gelijk heb je. Neem een slokje, man. Ja, zo slokje. Kom op. Ja, daar gaat hij. Hup. Wat vinden we van het Nederlands elftal op dit moment? Op dit moment, ik heb volgens mij een paar laatste vriendschappelijke wedstrijdjes gezien. Ja, je hebt de vriendschappelijke wedstrijden gezien, ja. Ja. En? Om eerlijk te zijn, ik vond het niet echt bepaald best. Je vond het niet al te best? Nee. Oh, en wat vond je ervan dan? Vertel. De eerste wedstrijd was volgens mij tegen Schotland. Tegen Schotland, dat klopt. Nou, ik vind de opstelling van 5-3-2 vind ik helemaal niks. Kijk, hier, daar hebben we het al. Hier, nou, als Koen het zegt, jongens, luister even goed. 5-3-2 vind je niks. Klopt. Oh, en wat vind je er niet goed aan? Vertel. Ik dacht er meer aan. Nou. Ja, vertel mij, want ik zit te wachten, Koen. Ik zit te wachten op hoe het anders moet. Vertel maar. Ik dacht er meer aan 4-3-3 systeem of zo. Oh, een 4-3-3 systeem. Daar zit jij meer aan te denken. Ja. Maar wat vind je niet goed aan het 5-3-2 dan? Ik heb zeg maar de tijd meegemaakt van de Boer bij Ajax. Ja. Ja. Hij heeft veel meer Ajax 4 keer kampioen geweest. Ja. Het spel was niet echt denderend. Kijk. Oeh. Je bent kritisch, hè? Frank de Boer als trainer van Ajax, dat vond jij niet veel? Nee, niet heel veel, klopt. En nu dan bij het Nederlands elftal, dan ben je ook niet echt tevreden. Dat klopt. Och jee. Wat zou jij nou anders doen aan de opstelling, Koen? Vertel mij dat nou eens. Nou, dan gaat Koen nadenken, jongens. En nou, let nou op, hè. Koen gaat nadenken en nou gaat hij komen. Ik wil jouw opstelling horen, Koen. 1, Stekelenburg. Stekelenburg. Kijk, zie je? Hij zat nadenken. Zeg het maar, wie komt er in de verdediging? Rechtsback. Ja, Timburg. Zullen we die op rechtsback zetten? Ja, is goed. En wie zetten we in het centrum dan? In de centrum, ja, doe maar de Vrij. We doen gewoon de Vrij, zo is het. En dan de Ligt daarnaast? Ja, de Ligt. Goed, maar wie zetten we linksback? Daar komt hij. Dat is belangrijk, Koen. Hier komt het op aan. Zullen we Blind doen? Ja, Blind. Goed, wie zetten we dan op het middenveld? Nou komt jouw Gravenberg, die zetten we op links. Godverdorie. Het is niet makkelijk, hè, Koen, hè? Nee, het is niet echt makkelijk, nee. Het is ook niet makkelijk, man. Zit je te spieken? Je zit te spieken, hè? Nee, ik zit niet te spieken, man. Wat ben je aan het doen dan? Wat ben je aan het doen? Niks. Jawel, het is ergens te kijken. Ik zie het toch? Koen, je mag me niet in de maling nemen. Nou, ik zit op Google. Oh, je zit op Google, zie je? Wat een smerig. Zit hij op Google, zit hij te googelen? Ja, wie moet je op midden? Zie je? Ik wist het wel. Ik doe het zonder Google. Oh, je doet het zonder Google? Kijk, dat vind ik goed. Dat vind ik een goed plan. Ja, Wijnaldum. Kijk, Wijnaldum. En dan hebben we daarnaast, kan je nog zetten, wat denk je van Frenkie de Jong? Ja, dat is ook een goeie. Wie wil je voorin hebben?
Luc. Luc de Jong, ja. Of? Of Gakpo. Luc de Jong of Gakpo? Kijk. En wie van die twee neem je dan? Als je toch moet kiezen. Als ik toch moest kiezen, kiezen Luc. Luc de Jong. Luc de Jong komt bij jou in de spits. Wie zetten we dan aan de zijkanten dan? Want je hebt nog twee vleugelmensen nodig in jouw systeem. Ja, klopt. Twee, ja. Nou, laten we aan de ene kant zetten we Depay. Ja, Depay. Maar, daar heb je nog een andere kant over. Wie komt daar volgens jou? Wie wil je daar hebben? Ik dacht aan Berghuis. Oh, zie je? Nou, ja, nou, dan wordt het Berghuis. Dan is dat jouw opstelling. Heel veel plezier met de EK, jongen. Ja. En ik ga je gedag zwaaien. Ga je ook zwaaien? Ja. Dag, Koen. Dag. Dag.